Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering. We zijn weer bij It Lurks op Roblox. Vorige keer hebben we chapter 1 gespeeld. We gaan nu chapter 2 spelen. Dus laten we gewoon gelijk beginnen. Voordat ik begin met chapter 2, vergeet even niet te abonneren en even dat duimpje omhoog te geven. Zo kan mijn kanaal beter groeien en dan kan ik misschien betere games gaan spelen. Ik ben wel erg benieuwd nu naar deze game. Dus we gaan gewoon chapter 2 aanklikken en dan gaan we kijken wat het ons gaat brengen. Oké, daar zijn we weer. Zijn we terug in onze kamer. Er staat dat ik hier kan slapen, dus laat ik maar gewoon gaan slapen, denk ik. Het is wel heel vaag. Ik zie echt helemaal niks. En ik probeer het lichtknopje te vinden. Hé, hey. Dit is niet onze slaapkamer. Nou ja, we kunnen maar één kant op. Laten we die kant op gaan dan, hè. Ik ga niet sprinten. Misschien zie ik het dan van verre wat aankomen. Het is een hele lange gang. We hadden voetstappen ook, hè. Ik zie daar wel rechts twee deurtjes, denk ik. Of is het één deur? Ik weet het niet. En helemaal achterin de gang ook een deur. En dit zijn twee deurtjes. Die is dicht. Daar zie ik wel een hendel. Oh, het is zo donker daar. Nou, laten we die hendel maar gewoon overhalen. Ik denk dat daar iets gaat gebeuren, daar beneden. Ja. Ja, daar is hij hoor. Hij blijft daar ook zo smerig staan, hè, dat hoekje daar zo. Nou ja, ik neem aan dat we gewoon weer hier verder moeten. Die is nog steeds dicht. Ik dacht misschien is die ook open gegaan. Die gaan we straks denk ik nog wel een keertje tegenkomen. Lekker zo'n donker kamertje. I know they have seen the basement. We already have. The first guy. Now we just need to get other. Nou, ze hebben het over de kelder. Waar we ook in zijn geweest. En waar we uiteindelijk die hele lange gang hadden. Hey. Oh, dat zei hij. Dat zegt ons mannetje, zegt dat. Die denkt dat ze ons aan het zoeken zijn. Dat loopt dood als ik het zo zie. Dat niet. Ben ik toch de neiging om even hier te kijken nog. Dat ik niet in één keer iets mis of zo. Nee. Nou, we gaan even terug. Pakken gewoon dit deurtje. Ik vind het altijd zo griezelig, hè. Als je dan bijvoorbeeld zo'n hoekje omgaat. Maar nu moeten we een keuze maken. Mijn gevoel is er als we die kant op gaan dat we weer in diezelfde gang een beetje komen. Dus dat daar niet veel ruimte is. Dus we gaan gewoon... Ja, gaan we dat eerst even bevestigen. Zie je, dat loopt dood. Dacht ik al, anders kom je weer in diezelfde gang terecht. Oho, wat kwam daar voorbij, joh. Maar gaan we er achteraan? Dat loopt dood, denk ik. Nee, die kan er wel naar rechts helemaal aan het einde. Ik ga toch deze kant op. Ik heb zo'n gevoel dat die ons hier naartoe lokt. Dat het ook de bedoeling is. Beetje donker. Lampje aan. Nou, hier is niks.
Denk van waar is hij dan gebleven? Gaan we hier even kijken, voorzichtig. Oh, je kan ook een hele donkere gang, denk je. Gewoon echt een donkere kamer. Een hele grote kamer, joh. Hier had sowieso iets gebeuren. Er is zoveel ruimte. Of ik moet omheen sprinten of zo. Of... Daar komt hij al, daar komt hij al. Ik ren gewoon, hè. Mijn hart, jongen, echt. Ik blijf gewoon sprinten, ik blijf gewoon sprinten. Oi, oi, oi. Oh, Mikado. Is die weg, is die weg? Mijn hart, jongen, echt. Hij gaat zo meteen nog een paar keer komen, 100%. Oh, hier kan je ook schuilen en zo, joh. Zie je hem dan hier voorbij komen nu? Oh, mijn hart, jongen, echt. Die geluiden, joh. Ik laat die deur wel open, weet je waarom? Zodat ik hier, dan kan ik gelijk erin. Want ik heb zo'n gevoel dat dat een beetje zo'n plek is om te schuilen. Maar hij kan nu elk moment weer komen, hè, die. Oh, wat is dat? Zo'n bordjes, dat zie je. Ik ga daar even kijken. Oh, daar kan je niet doorheen. Toch even die andere kant op. Oh, ik heb zo'n gevoel dat hij straks in één keer weer naast me staat, hè. Trek ik niet, hoor. Nee, ik moet toch terug. Gaan we hierheen. Ik kan ook niet bukken of zo, hè. Springen hier overheen. Kan hier naar beneden. Zal dit het zijn? Ik denk het wel, hè. Kan hier weer omhoog. Ik weet echt niet waar ik heen ga. Kijk, dit loopt allemaal dood, dus ik neem aan dat ik gewoon goed ga nu. Oh, hier zit een gat in de muur. Dat we daar maar doorheen moeten. Dat is gewoon een sprint, hoor. Ik weet niet of die van beneden komt of zo. Dan loopt dood. Hey. Maar nu is de vraag: moet ik dat knopje indrukken? En dan gelijk die kast in hier misschien? Ik denk dat ik doe. Oei, oei, oei. Ik moet er niet in het donker verder nu, hè. Zou ik beter het knopje niet in kunnen drukken? Ik ga gewoon... Ja, ik ga gewoon... Oei, oei, oei! Oké, ik ben weer terug in de kamer met de knop. Ik denk dat ik die knop even laat zitten nu. Dat ik gewoon een stukje verder ga. Oh, wacht, hier is ook nog een deur. Zie ik nu. Ik loop een stukje verder. Misschien moet ik die knop wel indrukken. En dan gelijk naar deze deur gaan. Om daar achter te hiden.
Ga gewoon even kijken nemen. Kijk, hier kan je niet verder. Nou, laten we dat proberen. Dus we gaan op die knop drukken. Gelijk die hoek in. Verder kan je nergens hiden. Kijk, dit is natuurlijk ook wel een valletje dit. We gaan het gewoon doen, ja. 3, 2, 1. Dit dacht ik alweer. En niet daar. Nee. Daar komen ze vandaan, joh. Oké. We zijn weer. In hetzelfde kamertje. Bij die knop. Voor de derde keer. Hier weet ik nu dat hier. Die beesten uitkomen. Dus hier moet ik niet zijn. Ik heb zo'n gevoel dat ik gewoon. Langer moet wachten. In die lokken hier. Zodat het zeg maar. Vanzelf open is. Denk ik. Ik doe hem wel eens open. Dan kan ik snel in. Ja, ik denk dat ik gewoon op de knop ga drukken nu. En dat ik gewoon hierin ga. En dat ik gewoon ga wachten dat er iets gebeurt. Kunnen we altijd nog open gooien en weer verder gaan kijken. Maar ik denk dat ik op vorige keer te vroeg heb open gemaakt. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Ah, dit kan toch niet anders dat dit het is. Hij zegt need to hide en dit is het enige plekje waar je kan hiden. Ik hoop echt niet dat er weer wat gebeurt. Ik hoop dat dit het ook is trouwens, want anders zou ik echt niet weten waar ik anders heen moet. Oh, het licht gaat wel weer aan. Dat had ik net voor mij niet, toch? Wacht nog heel eventjes. Want volgens mij ging ik net eruit toen het donker was. De eerste keer, zeg maar. Zal ik hem gewoon open doen? Ik doe hem gewoon open. Oké, dan gaan we. Niet schrikken. Kom op. Hey. Hey, nou is hij wel open hier. Trek gewoon een sprint daar naartoe dan, hoor. Moet ik hier nou in, of? Yo, yo. Ho, ho. Waarom had die harde geluiden en zo, joh? Maar we zijn weer terug in de kamer. Ik heb zo'n gevoel dat elke keer gewoon een nachtmerrie is of zo. Gewoon een. Want elke keer komen we weer terug in onze kamer. Nou, alles is gewoon nog dicht. Dus jij zegt het zelf ook. Ik dacht dat het een enge droom was. En dat we gewoon weer terug naar bed moeten. Dus. Nou ja, ik ga erin klikken. Ik denk dat dit chapter 2 was. Ben benieuwd. Nou, dat was inderdaad chapter 2. Het is een beetje donker. Nou, chapter 3 begint heel erg anders. Zoals je kan zien. Niet in de kamer. Maar ik ga de video hierbij afsluiten. Ik vond het leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Vonden jullie het ook leuk? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te gooien. En vergeet ook niet te abonneren op het kanaal. Binnenkort zullen we weer terug zijn met een aantal streams. En ook een aantal nieuwe video's natuurlijk. Volgende keer ga ik gewoon weer verder met chapter 3. En als ik het zo zie, belooft het wel wat goeds. Dus een keer wat nieuws. En al die houten muren en smalle gangetjes. Ik denk dat dit wel een leuke chapter gaat worden. Dus hou het kanaal in de gaten wanneer chapter 3 online komt. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!